Goedenavond. Stellingen tussen de commissie van politie goede geesten. Au, mijn velletje. Mag Pluis ook meezingen? Nee, die kan toch niet in zo'n ding. Laag blijven ademen. Kom snel, kijk mee. Het hotel en de Villa TV. Elke dag is als een holiday. Pasta en welkom in ons villa-hotel. We zijn weer terug en we gaan weer presenteren. Inderdaad, het is feest. En niet alleen omdat we terug zijn, maar Villa Achterweer. En daarom bestaat ook nog. En daarom mogen wij trakteren op een buurman. Hè, buurman. En niet van die oude aflevering aan het hele. Ik hoor het spik, spik, buurman en buurman. 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 Buurman. Hé, buurman. Kijk eens. Wat is dat, buurman? Ik heb een puzzel laten maken. Een puzzel? Van wat? Ja, van die foto. Van welke foto? Onze foto, kijk dan. Oh. Nou, dan gaan we eens eventjes plaats maken. Die eventjes die kant op. Zo, en die weg. Ja hoor, voor boven de bank. Kijk eens. Ja, hij is heel mooi, hoor. Ja. Hij is heel mooi geworden. Ja, ja. Nou, die weg. Zo, oeps, van een hoop stukjes. Voorbeeld. Mooi. Dan komt die buur. Ja. Ja. Nou, hier maar, ja. Hè. Ja. Pak vast. Oké. Hoger. Ja. Hoger. Ja, die komt daar ergens, ja, hè. Ongeveer, ja, ongeveer wel, ja. Wacht even. Toppakee. Goed zo. Die zit. Ja. En dan die nog. Hupsakeetje. Nou, geef maar aan, buur. Ja, daar komen ze. Ja, hier, aanpakken. Oké. Zo. Ja. Ja, hoor. Ja, dank je. Wacht even. Nee, volgens mij moet hij aan de zijkant, hoor. Nee, dat stukje. Nee. Ja, kijk, volgens mij aan de zijkant. Aan de zijkant? Ja. Weet je het zeker? Ja. Nee, iets omhoog. Omhoog? Nee, ja. Nee, daar is nog meer verhaal. Oh! Oh jee. Wacht eens. Kijk, buurman. Wat is dat dan? Ja, let op. Bank opzij. Zo. Let op. Hopla. Ja, hey, mijn petje. Ja, dan blazen we alles tegen de muur. Vangen. Oh. Vangen! Ja, ho! Ja! Nou, kom hem wel even brengen. Ja, zo, dankjewel, buur. Nou, vooruit, daar gaat hij dan. Ik heb het al gesnopen. Juist! Even op zijn plekje. Daar, hier zo. Hier, daar, zo. Hup. Ja hoor, volgende maling. Komt-ie aan! Juist. Even kijken, daar. Even kijken, die hier, zo, die daar, zo. Kijk, zie hier. Zo. Oh, pak hem. Oh, jee. Nou moet je toch iets anders verzinnen. Tja, wacht eens. We doen het op de grond. Daar. De grond? Ja. Ja, wat een geweldig idee. Ja, zo. Kijk, zo. Deze hoort, ja, nee. Ja, die moet daar. Ja, die hier. Ja, is het goed. Klopt het een beetje? Dit is hem, hè? Ja, ja. Klopt geloof ik, ja, wel, hè? Ja. Hartstikke goed. Ja, mooi. Nee, wacht even. Die zit verkeerd. Ja. En deze ook. Ja, die zit ook verkeerd. Krijg ik er niet uit, joh. Nee, maar daar heb ik weer een oplossing voor. Ja, maar die is veel te groot, hoor. We moeten een kleiner hebben, daar. Oh, deze bedoel je, de pijltjes. Juist. Deze bedoel je? Zal ik die rode nemen of die blauwe? Dat weet ik niet, je moet zelf maar kiezen. De blauwe. Oké. Nou, en, ja. Ja. Nou, nou gaat die niet los. Nee, nou zit die vast. Geef eens hier. Trekken. Hé, hey. Natuurlijk. De stofzuiger. Ja, natuurlijk.
Let op! Doe er maar in. Weet je het zeker, buur? Doe er maar in. En gewoon erin doen. Ik ga hem erin doen, hè? Je weet het zeker, hè? Ja, nou. Uit. En aan. En uit. En aan. En uit. Ja. En aan. Die daar. En uit. Die hier. En aan. En uit. En aan. Ja, heel goed, buur. En aan. En uit. En aan. Ja, zo is goed, hoor. Zo is goed, buurman. Hé, hey, buurman. Wat? Oh. Nee, niet harder. Oh. Oh, jee. Oh, nee. Oh. Oh, 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 okay, dank. Zet uit nou. Ja, zo. Ja, nou, hier, heb eens. Ja, wacht. Ze zitten natuurlijk allemaal hierin. Ja. Oh, ja, die zit goed vast, zeg. Hupla. Oh. Ja. Maar ja, dan moeten we dit hele ding weer in elkaar gaan zitten. Ja, daar heb ik wat op gevonden, buur. Ah, schitterend. Kijk, tuingereedschap. Juist. Dat werkt. Ja, en dan hang ik het op zijn plaats. Juist, alsof het herfstblaadjes zijn, ja, zeg maar. Ja, heel goed. Hoppakee. Hey. Het is nog lang geen herfst, hè, buur? Nog lang niet, nee. Nee, dat duurt nog wel even. Precies. We hebben nog mooi weer. Ja, zeg dat wel, hè. Ja. Nou... Juist, laatste. En hopla. Hartstikke goed. Voor me. Ah, je... Hé? Nou, dit... Nou, dat is natuurlijk hier naartoe gevlogen. Wacht eens even kijken. Nee. Hier, nee. Ook. Nee. Dat zit waarschijnlijk hier ergens. Dan... Even kijken. Ja, dat is misschien onder het tapijt gevlogen. Je weet het niet. Buurman! Huh? Wat zeg je, buur? Buurman! Ja, maar ik zoek dat stiftje. Dat puzzelstiftje, weet je. Hé, kijk uit voor de puzzel, man! Wat doe ik dan? Ja, kijk nou, dan. Nou, hij ligt niet onder het tapijt, volgens mij, buurman. Hé, daar is hij. Wat? Hier. Hé? Hopla! Nou, dan hebben we hem toch helemaal compleet. Nog een beetje lijm erbij. Ja hoor, kom maar op. Goed vastplakken, hè, buur? Ja, goed vastplakken. En die, en die. En die, en die. Ja hoor. Zo. Zo. Nou. Nou. Voor elkaar, dacht ik. Hup, hup. Snij je maar. Ja, ben. Zo. Zo. Hartstikke hangen. Goed. Ik haal even een hamer. Ja, ho. Zo en heel zo. Goed. Nou. Ja hoor. Hé, hey, kijk nou. Dit stukje. Met die pintjes. Ja. Ja. Nou, kom eens met wat lijm. Ga maar opzij. Ja! Boven op mijn handen, wat doe je nou? Ja, maar je gaat ook niet opzij. Ja, maar kijk, ja, nou zit ik helemaal... Ja, buurman, wat? Kijk dan. Wat? Ja, help eens even dan. Hier. Wat? Ja, je moet ja, niet lostrekken. Nee, ja, nee, ja. Au. Hé, bah, nou zit ik zelf ook onder. Nou zijn die stukjes kapot ook nog. Oh. Oh, jee. Weet je wat we doen? Nou? Ik heb een heel goed idee. Oké. Ja hoor. Nou. Net dicht. Nou, we zien er toch niks meer van. Geweldig. Nou, voor elkaar hoor. Aan je toe, buur. Beste luisteraars. Het Villa Hotel presenteert met trots een nieuwe serie... waarin het hoorspel nieuw leven wordt ingeblazen. Vreemde, gekke, verrassende, maar ook absurde hoorspelen... waar nu televisiebeelden bij zijn gemaakt. Hier is 45 toeren. Alle eendjes zwemmen in het water. Dat kan iedereen zien die wel eens eendjes gaat voeren. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dieren die in het water zwemmen. De vissen, natuurlijk. Er zijn forellen, ruisvorentjes, stekelbaarsjes, paling, karpers en roofzuchtige snoeken. De karpers en de snoeken maken jacht op de andere vissen.
Er zijn trouwens nog meer die graag een visje verschalken. De schollevaar bijvoorbeeld. Een vogel met een reusachtige snavel. Voor de schollevaar moeten alle vissen oppassen. Vissenkind van me, kijk toch uit voor de schollevaar. Die is nog gevaarlijker dan de snoek. Wees maar niet bang, moeder. Ik kan diep duiken. Kijk maar. Ja, maar een schollevaar is erg vlug. En zijn snavel, die is net een pannetje. Daar passen wel 10 visjes zoals jij in. Dan maak ik maar gauw dat ik wegkom. Het visje wist niet dat er aan de kant van de vijver een schollevaar stond te loeren. Ik merk dat ik een dag gejouwer word. Ik ga steeds slechter vissen. Snavel vol vis. Daar zou ik best eens sterk in hebben. Zeg, schollevaar, wat kijk jij ziekeneurig? Dag, Eend. Je vertelt me geen nieuws. Ik ken mezelf. Zou jij ook niet ziekeneurig kijken als je zo oud bent en ziek? Een beest is zo oud als hij zich voelt, hoor. Ik heb honger. Het lukt tegenwoordig niet meer zo met de visvangst. Springen de vissen niet meer vanzelf in je snavelpannetje? Kijk eens, ik word traag. En de vissen kennen me zo langzamerhand. De vissen denken daar vast anders over. Maar je zal straks nog wel meer honger krijgen. Hoezo? Heeft dan niemand medelijden met een oude schollevaar? Ik heb 2 vissers van de mensen met elkaar horen spreken. De hengelaars? Ja, ze willen de hele vijver hier leegvissen. Maar niet met hengels, nee. Met grote netten. Er blijft geen visje over. Dat is vreselijk. Dat is erg voor de vissen. Ja, maar ook voor jou. Die vissen moeten worden gewaarschuwd. Jij moet ze waarschuwen, Eendje. Ja, waar moeten ze heen? Ik weet ergens een mooie vijver. Ver weg. Daar wil ik ze wel heen brengen. Ik kan wel 10 vissen tegelijk dragen. Ze zullen je niet vertrouwen. Ze zullen het een beetje eng vinden in die snavelpan van jou. Nou, zeg dan maar tegen ze dat het nog erger is in een pannetje van de mensen. Dan pakken ze je in de boten. Niets is erger voor een vis dan in een pan te sputteren. Je hebt eigenlijk gelijk. Ik zal ze waarschuwen. De eend ging de vissen op de hoogte brengen van het treurige nieuws en het plan van de schollevaar. De vissen vertrouwden de schollevaar niet erg. Maar te spartelen in een net en te sputteren in een pan was ook niet alles, vonden ze. Daarom besloten ze op het voorstel van de schollevaar in te gaan. De schollevaar staat voor 10 vissen tegelijk, alsjeblieft. Niet dringen, niet dringen. Rustig instappen. Vrouw en kinderen voor. Het was een heel werk voor de schollevaar. Uren had hij ervoor nodig om alle vissen naar de andere vijver te verhuizen. Hij had zelfs geen tijd om te eten. De volgende dag stond hij aan de rand van de andere vijver. Het water is hier erg ondiep. Het is ook erg helder. Dat wisten de vissen niet. Wij zijn niet verhuisd om ons bij jou te laten vangen, schollevaar. Hoe moet ik dan sterven van de honger nadat ik jullie gered heb van een vispan? Je bent een gemene oude bedrieger. Doe als ik. Vertrouw je vijand niet te gauw. De schollevaar kreeg op zijn oude dag nog een welvoorziene tafel. Gelukkig waren er waterplanten in de vijver en de vissen leerden zich goed verstoppen. Als vis moet je het hoofd koel houden. De schollevaar blijft ook op zijn oude dag een groot gevaar voor ons. Maar alles is beter dan in een net te worden gevangen om te braden in een pan. Dit was het Villa Hotel voor vandaag. Morgen zijn we weer terug, dus hasta la pasta. Tot morgen. Tot de volgende villa. Ho, vrienden. Ik heb op de computer een lijst gemaakt. Een eerlijke verdeling voor de rode knop. Kijk, achter iedere naam staat een kleur. En die kleur correspondeert met de dag in de week. Zie je? Ik heb oranje, je hebt rood. Kijk. Je hebt rood en verrassing die heeft roze. Nou, verrassing heeft roze. Het hele gedoe rond die rode knop. Wij mag die rode knop toch iets op. Ik vind het interesseert me iets. Ik vind het heel kinderachtig gedoe.
Maar dit hoort dan... Ja. Hey! Hé! Volgens de lijst mag Roos vandaag op de knop drukken. Ja, waar heb je die lijst vandaan? Van het internet. Ja.